Gent Aviation Club, die haar lokaal en haar toestellen heeft op het Sint-Denijsvliegplein, houdt op zondag 8 mei eerstkomend voor het eerst een open deurdag. Deze vereniging bestaat reeds 45 jaar en telt zowat 120 leden. 3 motorvliegtuigen en verschillende zwevers zullen startklaar zijn en men zal er tegen sterk verlaagde tarieven een luchttochtje kunnen maken. De club kende na de Wereldoorlog II een grote en langdurige bloeiperiode door onder meer de internationale wedstrijd Les Journées de Gand. Een voorsmaakje over deze open deurdag brengen u alvast de Gentse actualiteiten. Zweefvliegen een aantrekkelijke sport is, niet duur en gevaarlijk, zoals velen soms denken, wil Gent Aviation Club u graag laten zien. Zelfs feilloos landen op een grasveld kan u meemaken op 8 mei eerstkomend op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrum. Wij wensen u nu reeds een behouden vlucht. Tikkeltje zenuwachtiger dan gewoonlijk controleerde de 16-jarige Anita Dont alles grondig voor haar laatste begeleide vlucht. Onze cameraman ging mee om u alle getuigen te maken van deze ultieme proef. Papa Dont en haar zusje, vanzelfsprekend supporters van het eerste uur, keken vol spanning toe. Alles verliep rimpeloos en de instructeur besliste dan ook dat Anita voortaan op eigen vleugels kon vliegen. Anita Dont uit Nazareth heeft haar A-brevet op zak en is de jongste Belgische pilote.